En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het. En dat doet het, wat ik zeggen wil ik, is me toch een spul. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Bezoekers van de markt in Elst weten nog lang niet allemaal wat ze gaan doen in het stemhokje. Nog niet echt. Ik ben er nog even mee bezig. Nee, ik heb nog niet echt mijn keuze bepaald, maar ik ben er wel mee bezig om te kijken waar ik op moet stemmen. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Gaat u stemmen? Dat is wel de bedoeling, ja. Heel simpel, ik woon niet hier in Nederland, dus ik kan gewoon niet stemmen. Oh, je woont niet in Nederland? Ik woon niet in Nederland, ik ben toevallig hier. Maar als ik in Nederland had gewoond, of hier in Elst, dan was ik uiteraard gaan stemmen, de gemeenteraad. Ja. Ik vind het belangrijk dat mensen voor de gemeenteraad kiezen, want dat is vlakbij politiek, om zo maar te zeggen. En wat in de gemeente speelt, dat speelt echt voor de gemeenschap wat je echt raakt. En landelijke politiek is meer op afstand. Maar helaas, ik kan dus niet stemmen, want ik woon niet in Nederland, ik woon in Zuid-Frankrijk. Loopt het een beetje met het volgen? Ja, je krijgt hele verschillende reacties. Sommige mensen vinden het, dat zie je al wel, als ze aankomen lopen, dan lopen ze om je heen. Maar andere mensen vinden het ook mooi en die wensen je succes. Of die zeggen van ik stem wel op je partij. En het is altijd leuk om te doen. Wordt het een plaatselijke partij of zegt u landelijke partij? Nou, ik vermoed een plaatselijke. En waarom? Ja, omdat ik hier een hoop mensen ken die in de politiek zitten, zeg maar. Ik heb die folder gelezen en ik weet waar ik op stem. Waar ik normaal ook op stem, zeg maar, met de provincie of... Dus dan is een landelijke partij dan. Ja. U bent er al helemaal uit? Nee, nog niet, maar het wordt altijd een plaatselijke partij. Niet landelijk. Waarom? Omdat het in het dorp, ik wil dat ze in het dorp goed doen, ja. En wat moet het nieuwe gemeentebestuur als eerste gaan doen? Kijk, en dat die mensen die uit het buitenland hier naartoe komen, daar ben ik er helemaal best wel mee eens dat ze goed behandeld worden en dat ze veilig zijn in Nederland. Maar ik vind ook, ze moeten er ook werk van maken dat de Nederlandse mensen die jeugd en alles ook een toekomst heeft en dat die ook graag een huisje willen hebben. Ik wil een dorpshuis hier, we hebben niets. Ik zit in het bestuur van de Zonnebloem en we kunnen nergens met onze gasten naartoe.